DorpsTV Achterveld. Liefhebbers van klassieke bromfietsen, motors en auto's kwamen bijeen voor een rondrit van Achterveld naar Achterveld. De meeste voertuigen waren dan wel klassiekers, maar stonden er wel als nieuw bij. Nou, de insteek was eigenlijk bromfietsen. Omdat ik zelf toevallig met een bromfietsje bezig geweest ben. En om het hier vandaag een beetje mensen te krijgen, vond ik het wel leuk om auto's en een paar oude motortjes bij te doen. Ook vanwege het feit, ik heb toen met Alex Hedder een keer afgesproken van wat oud spul bij elkaar zien te krijgen. En Alex heeft dus een oldtimer. Nou, die vond het dus leuk om in zijn auto te komen. Dus nou, doen we het nu, omdat het de eerste keer het is. Maar minstens hoe oud dan? Ja, nou, het streven is van voor 1980. Okay. Dat vind ik wel een mooie leeftijd, want daarna, ja, we noemen het, er komen de Tupperware spullen. Dus er worden scootertjes en dergelijke en dat vinden we dus niet leuk. Het moet wel een beetje classic blijven. Oud materiaal vind ik wel hun leven al een beetje leuk. Okay. Maar het is wel zo, sinds ik met pensioen ben, vond ik het leuk om iets op te knappen. En dat bromfietsje wat ik heb, die is exact dezelfde die ik toen had, toen ik dus jong was, 17, 18 jaar. Daar heb je met je vrouw mee rondgereden. Ja, tegen jou gezegd wel. Okay. Daar heb zij lekker achterop gezeten. Daar hebben we verschillende uurtjes, kilometertjes meegemaakt. Okay. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt, ja. Altijd het idee, ik wil eens een keer zo'n dingetje opknappen. Nou, zoeken om exact dit type te krijgen. Nou, het is gelukt. In Brabant opgehaald. Het was een loor. Ik kwam ermee thuis. Annemarie zegt van, wat moet je met het oude ding? Nou, zit dat net de bedoeling. Nou, het is eigenlijk, het is goed gelukt. Hij is in de nieuwe staat. Hoe lang duurt zo'n project? Ik denk 1,5 tot 2 jaar. Maar vooral spulletjes zoeken die niet meer gemaakt worden, onderdeeltjes. En dat is de kunst. Kijk, het mechanische is wat te koop. Is nog wat te koop. Maar bepaalde dingen, plaatwerk en zo, moeilijk. Dus oldtimerbeurzen aflopen, ja. En zoeken totdat we het juiste gevonden hebben. Nou, dat is blijkbaar goed gelukt. Het staat er allemaal glanzend bij. Vandaag is het een soort testrit dan? Het is vandaag meer de lol, de bijeenkomst. En ik heb gezegd, het is kijken, bekeken worden. En een beetje praten. Ja. Deze trek je gewoon die bendix er een beetje om die hendel en dan op tegen contact dan op trek je hem.
Ja. Eén ding, ja, dat begin ik bij mij, wat je het slechte nieuws maar eerst. Ze vinden denk ik allemaal jammer dat het voorbij is, denk ik nu, soort van. De rit zit erop, het is voorbij. Jammer, hè? Ja.